Ik heb hier in de studio Jerem van Dijl. Hij is programmasecretaris voor de promotiebeurs van leraren. En nou, we gaan van hem horen. Wat is dat eigenlijk? Welkom, Jerem. Dankjewel. Dus wat is dat? Een programmasecretaris. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, een programmasecretaris. Als programmasecretaris bij MBO voer ik het programma Promotiebeurs voor leraren uit. Dat betekent kort gezegd dat ik de rondes organiseer waarin aanvragers een aanvraag kunnen indienen. De commissies bijvoorbeeld samenstel, maar ook dit soort evenementen organiseer. Er is ook nog een stukje beleid bij. Kan je er iets over vertellen, over die cijfers en feitjes over die promotiebeurs? Ja, als het goed is komt daar een slide bij te staan. Daar is kan ik die zelf doorklikken? Ja. Mooi. Ja. De promotiebeurs voor leraren is een programma dat is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bestaat al sinds 2011 en heeft als doel het verbeteren van het onderwijs door meer gepromoveerde docenten voor de klas te krijgen. En ook de aansluiting tussen universiteiten en scholen te verbeteren. Je kunt een aanvraag indienen 2 keer per jaar. Er zijn altijd 2 rondes waarin je een aanvraag kunt indienen, een beoordelingsronde. Eentje in het voorjaar en eentje in het najaar. We hebben 9 miljoen euro budget van het ministerie gekregen. Dat zou betekenen dus dat je 4,5 miljoen euro budget per ronde hebt. Maar deze ronde hebben we wat meer gekregen. Zal de komende ronde waarschijnlijk ook het geval zijn. Dus 4,75 miljoen budget per ronde. Leuk om te weten is dat de najaarsronde van 2022 net is opengegaan. Dus ja. Als het goed is kun je op de website van MWO de documenten vinden. En met dit geld, 4,75 miljoen euro, kunnen er ongeveer 20 tot 25 beurzen worden toegekend. Iedereen wil altijd weten hoe groot is de kans hè, dat ik de beurs zeker. Krijg. Dat hangt heel erg af van het aantal aanvragen dat we krijgen en uit welke onderwijssectoren mensen komen. Grosso modo kun je ervan uitgaan dat er ongeveer 60 aanvragen per ronde zijn. Dus dat is een kans van 1 op 3? Ja, als je het zo berekent, ja. Oké. Ja, wat houdt de beurs in? Ja. Je had hem al doorgeklikt. De promotiebeurs voor leraar is een vervangingsbeurs. Dat houdt in dat je je aanstelling bij de school behoudt. En dat de beurs wordt uitgekeerd aan de school van de leraar. Die kan dat geld gebruiken om een vervanger aan te stellen. En in die vrijgestelde tijd kun je promotieonderzoek gaan doen aan een universiteit. En dat onderwerp mag je volledig zelf kiezen. We krijgen wel eens de vraag, wat is nou een goed onderwerp? Wat zijn nou belangrijke onderwerpen? Nou, die keuze is volledig aan de leraar. Er is ook niet een bepaald vakgebied of onderwerp waar de voorkeur naar uitgaat. Het is echt een geheel vrije invulling. De maximaal aan te vragen vrijstelling is 0,4 FTE. En de vrijstelling is altijd de helft van je aanstelling. Dus stel je hebt een aanstelling van 0,6 FTE, dan krijg je een beurs van 0,3 FTE. Heb je nou meer dan 0,8 FTE aanstelling bij je school, dan krijg je een beurs van 0,4 FTE. Ongeacht de hoogte van de beurs duurt die altijd voor 5 jaar. Mocht je nou na 5 jaar nog niet zijn gepromoveerd, dan kun je er nog een extra jaar uitstel krijgen om in eigen tijd het onderzoek af te ronden. Oké, hartstikke goed. En wie mag dan die aanvraag indienen? Geldt dat voor elke docent? Wel voor heel veel docenten. Leraren in het prima onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo en hbo kunnen een aanvraag indienen. Vooral in dit rijtje wat hier ontbreekt is het wetenschappelijk onderwijs. Ja. Er zijn aparte programma's voor. Je moet als leraar ook een vast contact hebben bij zijn school van minimaal 0,4 FTE. Heb je nou ook nog een tijdelijk contact erbij, dan mag je die wel meetellen voor het berekenen van de hoogte van de beurs. Die 0,4 is dus een minimum. Waar wij heel veel vragen over krijgen, dus dat is goed om even stil bij te staan, is dat aandeel lesgebonden taken. Dat staat in de call for proposals, dat 50% minimaal moet zijn. En daar staat ook een definitie bij, wat wij daaronder verstaan. En kort gezegd komt het hierop neer. Het staan voor de klas, het lesgeven, dat kan ook een stagebegeleiding zijn of een andere onderwijsvorm, maar dus het lesgeven, dat zijn lesgebonden taken. En alles wat er echt direct bij samen bij komt kijken, hè, dus het nakijkwerk. Stel je geeft een vak met meerdere collega's, je bereidt een specifieke les voor, dan is dat ook een lesgebonden taak. Maar bijvoorbeeld een curriculumcommissie of een toetscommissie,
Dat soort zaken die niet verbonden zijn met een specifieke les, die beschouwen wij niet als lesgebonden taak. En dit is wel een eis die wij, waar wij echt op letten, tijdens de ontvankelijkheid van een aanvraag, de toets of een aanvraag in aanmerking komt. Dus let er alsjeblieft op. Twijfel je nou, stuur even een e-mail naar leraren@nwo.nl en dan kijken wij ernaar. Een andere eis is dat je in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 1,5 FTE aan publieke financiering gehad hebt voor het doen van promotieonderzoek. Zowel in tijd als in geld. En wij berekenen dat cumulatief op jaarbasis. Dus stel je hebt 2 jaar lang 1 FTE onderzoekstijd gekregen, dan is dat samen 2 FTE. Nou, dan nog een laatste punt. Let op de bepalingen die universiteiten stellen, want NWO heeft een aantal indienvoorwaarden. Maar universiteiten hebben zelf ook een promotiereglement waarin ze bepalen op basis waarvan iemand in aanmerking komt voor een promotieplaats. En soms hebben we bijvoorbeeld graduate schools ook nog eisen of bepaalde entreegelden die je moet betalen voordat je toegang krijgt tot de graduate school. En het zou zonde zijn als je daar achter komt nadat je de beurs al hebt gekregen. Dus ik zou je willen adviseren om dat bijvoorbeeld bij de beoogde promotor na te vragen hoe dat nou precies zit. Ja, dus niet alleen kijken naar de eisen voor de aanvraag zelf, maar ook even bij de universiteit waar je van plan bent om zeker te gaan studeren. Ja. Oké, en hoe dien je dan een aanvraag in? Het indienen van een aanvraag start met het goed bestuderen van de call for proposals, die op de website van NWO staat. Dus nou, vanaf vandaag, als het goed is, zou je die moeten kunnen vinden. Heb je dat goed doorgenomen en je bent van overtuigd, ja, ik kom in aanmerking voor deze beurs, ik weet hoe het zit. Dan kun je het aanvraagformulier invullen. Nee, je ziet hier een plaatje van de eerste bladzijde, hoe dat eruit ziet. Kijk ook goed naar hierboven aan het plaatje zie je uitvouwen voor de toelichtingen. Boven elke sectie staat dan zo'n driehoekje waar dat pijltje naar wijst. Daar kun je op klikken en dan staat er een toelichting. En dat kan echt helpen. Op het aanvraagformulier staat onder andere ook een promotorverklaring. Die wordt ingevuld door de promotor en eventuele begeleiders. En een data management plan, dat gaat over hoe je omgaat met je data. En onder data beschouwen wij niet alleen bijvoorbeeld wiskundige data, niet alleen cijfers, maar ook alles wat je opslaat op je computer, hè, met je computergegevens. Nou, dat data management plan wordt niet beoordeeld door de commissie, maar is wel een vereiste om daarover na te denken bij het indienen van een aanvraag. Naast de aanvraag lever je ook een werkgeversverklaring in. Dat is een document dat wordt ingevuld door je school. Nou, en heb je dat allemaal compleet, dan kun je de aanvraag indienen via het online indiensysteem van NWO, ISAAC. En dat moet gebeuren uiterlijk op 13 september om 2 uur 's middags, heel scherp. Stel je bent 1 minuut te laat, dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Dat zou echt heel erg sneu zijn, dus zorg dat je dit gewoon minimaal een dag eerder indient, dan ben je op tijd. Nou, hieronder staat dan ook de website waar je de formulieren kunt vinden. Oké, en dan heb je dus je aanvraagformulier ingevuld. Je hebt alles opgestuurd voor de deadline. Ja. En wat is dan de procedure die volgt? Wat gebeurt er met dat formulier? Ja, nou, dat formulier komt bij ons binnen. En dan gaan wij aan de hand van de criteria die ook in de call for proposal staan, kijken of de aanvraag voldoet. Of wij die in procedure kunnen nemen. Vaak moet je dan nog iets veranderen. Hè. Dus schrik niet als je een e-mail krijgt, het is voorlopig nog niet ontvankelijk. Dat gebeurt heel erg vaak. Bijvoorbeeld er zijn toch nog ergens wat te veel woorden of er is nog iets niet duidelijk. Dan krijg je nog 1 kans om dat aan te passen. En daarna wordt de aanvraag in procedure genomen. En dan koppelen wij je aanvraag aan leden van een wetenschapsbrede beoordelingscommissie. En met wetenschapsbreed bedoel ik echt heel erg breed. Dus dat zijn mensen uit alle disciplines van de wetenschap. Echt goed om te weten, dus als je een aanvraag schrijft bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, dan moet dat begrijpelijk zijn voor iemand uit de letterkunde. Dus dat is een uitdaging die je hebt bij het schrijven van een aanvraag. Nou, dan zijn de leden van die commissie die beoordelen schriftelijk je aanvraag. Dat is die eerste beoordeling. Dan gaat de hele commissie in conclaaf en stelt een ranking op. En bepaalt dan welke aanvragen worden geselecteerd voor een interview. Dat is die tweede beoordeling. Dan vindt een nieuwe beoordeling op plaats op basis van het interview. En dan bepaalt de commissie weer in vergadering wie dan daarvan de beste aanvragen hebben. En die aanvragen worden geselecteerd voor de beurs.
En dat formele besluit over wie de beurs krijgt wordt genomen door het domeinbestuur sociale en geesteswetenschappen van MWO, die dan het advies van de commissie overneemt. En bij dat besluit zit ook een motivering en dat is een inhoudelijke onderbouwing van de beoordeling door de commissie. Soms vergt het wel enig geduld hoor, als je dan weet ik heb de aanvraag wel of niet gekregen en dan moet je nog wachten op de feedback van de commissie. Nou, die komt echt helemaal aan het einde als onderbouwing bij het besluit. Heb je de beurs gekregen, dan heb je een jaar de tijd om alles op orde te krijgen, om te starten met het onderzoek. Heb je de beurs niet gekregen, dan is het mogelijk om oneindig aantal keer weer opnieuw in te dienen. Maar je moet dan wel na een afgewezen aanvraag één ronde overslaan. Oké. En even voor de helderheid, dus MWO begeleidt dit proces, maar beoordeelt eigenlijk niet de inhoud van dat wat er onderzocht gaat worden. Dus dat is echt een externe commissie die daar zich over buigt. Juist, ja. Dus wij selecteren wel de commissieleden, de samenstelling van de commissie, maar MWO zelf beoordeelt de aanvragen niet. Nee. Dus ook, ik ben bijvoorbeeld niet betrokken bij het beoordelen van aanvragen. Oké. Dat doet die wetenschapsbrede commissie. Die bestaat uit ongeveer 20 tot 25 personen. En die beoordeelt elke aanvraag op basis van dezelfde vier criteria. Die je hier ziet staan. Met een weging voor elk criterium. Hè. Dus het criterium onderzoeksopzet, aanpak en methodologie weegt het zwaarst. En de bijdrage aan maatschappij en onderwijs weegt iets lichter. Ja, ja. Oké. Maar goed, hè, dus zoals gezegd, ik ga daar niet over de beoordeling zelf. De inhoudelijke beoordeling gebeurt door wetenschappers. Hartstikke goed. Dankjewel voor deze toelichting.